Wat is het koud, hè, buiten, kerel? Ja, hè? Ja, hè? Goedemorgen, of hoe laat is het? Hoe laat leven we? Hè? 11:59, nou, ik zeg goedemiddag, ja. Een goedemiddag allemaal, lieve vrienden. Het is weer maandag. Het is 26 februari. He, dat, ja, dan moet ik nog 3 maart zien te overleven. 3 maart werd mijn mannetje een jaar geleden gecremeerd. Maar dat kon ik ook wel weer door. Ja. Het is zeker allemaal zo moeilijk, zo dubbel, zo zwaar. Waarom moet zoiets een mens overkomen? Dat er iemand komt overlijden, nou, die, waar je samen mee hebt geleefd, dag in, dag uit. Alles, bijna alles samen deed, ja. Waar je zo ontzettend veel van hield, zeker houdt, want ik hou nog steeds van mijn man, ja. Maar ja, het is nou helemaal zo. We gaan gewoon weer door, ik heb een koffie staan. Ik was vergeten broodjes uit de vriezer te halen, dus hier, die is knetterhard. Die zal ik zo meteen even in, dat mag niet trom doen. Ja, en alles is dus binnen. Zometeen komt mijn huishoudelijke hulp, Rebecca. En Astrid komt, mijn andere zusje weer, die altijd 2 keer in de week komt. Die komt weer. Dus ja. En dan moet ik nog zien dat ik boodschappen binnenkrijg. Sowieso voor de dieren weer, want dan ben ik voor aan het hamsteren. Dus, maar dat komt wel goed. Want het is, ja, en het is roetje koud, hè. En wat zag ik net? -3 in gevoelstemperaturen, -8 geloof ik, dat er stond. Even kijken. Oh, nou -2. En gevoelstemperaturen -8. Dus ja. Lekker koud dus. Ja, en ik ben al buiten geweest. En ik hoorde miauw. Oh, ons prinsesje. Ons prinsesje, hè? Ja, dat op je koppie, ja. Een pluisje. Nee, dat moet toch straks gezogen worden, hè? Ja. Ja, nou meisje. Ja, en daar op de bank ligt mijn hondje. En achter de bank zit mijn andere poezelbeestje. Ja. Ja nou, kerel, jij man. Hé? Nee, en daar ligt ons andere meisje weer. Ik zal ook wel denken, voor wat is dat toch allemaal, hè? Ja! Je bent een lieve schat. Hé? Ja. Ja, we gaan weer door. En, zullen we zien dat ik het broodje eventjes zacht krijg? Dan kan ik het lekker nuttigen. Lekker warm broodje. Is duurder wat anders. Ja, toch? Maar oké, lieve vrienden. Ik zie jullie later vandaag. Doei, doei. Dan zou je het net beleven. Nou doet hij niks. Ja, toch weer wel. Niet spelen willen. Niet spelen willen. Nou, zijn we klaar. Zijn we klaar. Oh. Hé, zijn we klaar, man. Zijn we klaar. Hé? Ja. Zijn we klaar. Hé? Ja, en het sneeuwt hier, mensen. Ja, het sneeuwt hier. Ik weet niet of we dat kunnen zien, hè. Ammedammedap. Ja, dat wordt gezien. Goed, hè. Ja, wel leuk, toch? Of niet dan? En dat bij ons sneeuw.
Hoe doen we dat? Ja, nou, zo dus. En ik denk dat er nog wel meer komt hoor, ja. Als ik het voel aan mijn hoofd, ja, komt er nog veel meer. En dus... Oh, hij zit weer te spelen. Nou, ga dan door. Oh, wat een ezel ben jij ook. Rode rakker. Ga dan spelen. Nee. Dat zagen we. Wat jij wou gaan doen. En dat was naar ons prinsesje toe lopen en die wou die een klap gaan geven. Maar zo zijn wij niet getrouwd. Nee. Dat beestje doet niks. Die zat er gewoon lekker te likken op de troontje. En dan hoeft ze geen klappen te hebben. Maar oké, wow, grotere vlokken. Althans, achter. En dus, ja. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. En toen wilden er 2 van de 4 eruit. Ja, en dat zullen we dan maar eventjes gaan doen. Want het is momenteel weer mooi weer. Dus ja. Daar gaat nummertje 1. Waar ben jij dan? Kom dan. Ja. Ja, het is prachtig mooi weer in Ene. Net sneeuwde het nog, maar het blijft niet eens niet liggen, het waait weg. Ja, het waait gewoon weg door de harde wind. Want het waait als ik weet niet wat. Ja, en het is nog steeds maandag, ik ben weer alleen, iedereen is weer weg. Dus ja, dat, ik heb wel weer een bakje koffie voor me. Dat hartstikke fijn. Ik had trouwens zaterdag, de 24e, een mooie kaart gekregen. Ik zal ze eventjes neerzetten. 2 stuks. En dat vond ik lief. Ja. Blijf staan. Zo. Die gekregen. Leuk, hè? En mooi. En ja, omdat ik denk ik zelf een rode rakker heb, heb ik ook een rode kat gekregen. Ja, deze was van een vriendin van mijn schoonmoeder. Maar ja, in de loop der tijd ook een vriendin van mij geworden. En deze van die lieve mevrouw die vorig jaar... mij uit het ziekenhuis in Alkmaar heb opgehaald na het overlijden van mijn mannetje. En dan wil er eentje er alweer in. En dat is die grote. Dus zullen we dat maar weer doen. Ja, komt er maar. Dus ja, nou is die weer binnen. Ja, het is ook echt roetje koud, hè? Ja. Is het zo koud? Is het koud, man? Jij? Jij. Je is koud, kerel. Jij, man. Is lief. Ja, en daar, oh daar, die ligt er ook zo lief bij. Die ligt er ook zo lief bij. Heerlijk. Ja, lieve vrienden, dat... Maar die kaarten, dat vond ik zo lief. Ja, dat doet je dan weer goed, hè? Ja, echt wel. Maar ik zal ze zo ophangen. Aan het speciale rekje. Die had mijn man nog. Die heeft hij ooit opgehangen. Eerst in het vorige huis. Nou, in dit huis. Het is echt om kaarten op te hangen voor je verjaardag. Of andere dingen, zoals... Noem maar wat, treinpakkers, als je goedkoop trein moet reizen of wat dan ook. En dat,
Ja, dat komt dan wel goed. Daar hang ik ze lekker even bij op. En dan is het weer van tafel weg. Dat, nou, dan moet ik... Ik had vandaag boodschappen zullen doen, maar daardat ik flinke hoofdpijn heb, laat ik het vandaag achterwege. Doe ik het morgenmiddag en dan hoef ik ook niet zo laat in de middag, kan ik na 2 uur al gaan. Of tenminste rond 2 uur kan ik gaan. En dan is dat eerder, dan is het ook niet, ja, het zal wel koud zijn, maar niet zo koud omdat het weer laat op de dag wordt. En dus, dat komt goed. Ik ga nou aan mezelf denken. En dat is eventjes mijn hoofd leegmaken achter de pc. En dan kan je wel zeggen, hoe doe je dat? Nou, je hobby uitoefenen. Ja. Dus dat komt ook wel goed. Dat ik zou zeggen, tot later. Hey, mijn hondje. Wou jij ook eten? Wou jij ook eten? Ja, hé. Nou, dan zullen we die bakjes even van je pakken, hè. Hé, kereltje. Of niet dan? Moeten we eens even zien hoe we dat doen. Ik wou die naar voren buigen. Kijken of dat wil. Maar dat zal wel niet. Want ik zie je niet. Ja, maar nou zie ik je wel. Ja, ja. Je bakkie, hè? Zie, hè? Zit er wel wat in? Nou, maar ja, daar doen we gewoon wat bij. Ja, daar doen we gewoon wat bij. Hè, kereltje? Ja, doen we gewoon wat bij. Zo, die even aan de kant. Zo. Ja, dat is voor de poesjes, hè? Ja, en jouw bal legt er ook op. Zie je wel? Hier. Nou, eten gaan we pakken. We gaan eten uit de kast voor jou pakken. Gaan we de kast weer open doen. Zo. En dan kom je in een donker gat. Doen we licht aan. En daar staat zijn eten. En daar moet dan wat eten in. Dus dan gaan we pakken. Daar zit een kopje in. Zo. Kijk, een marinekopje. Oh. Ja, die is al oud. En dan krijgen we 2 van die kopjes. En dat is genoeg voor mijn hondje. Dus, hup. Bak weer mee. En dan zet ik jullie er even bij in. Zo. En doen we. Deur weer dicht. Zo. Dan zal ik jullie even omdraaien. Dan zien jullie mij weer. Dan ga ik even heet water op doen. En dan kan hij smikkelen en smullen. En dan moet even die warm worden. Ja, dat komt goed. Of niet dan? Nog koud, nog koud, nog koud. Wordt warm, wordt warm. Daar komt ie. Kom maar, Woefie. Oh, wat lekker. Oh, nou. Wat dat smukkelen, smukkelen. Lekker smukkelen. Oeh, lekker smukkelen. Smikkelen en smullen, hè. Hé, smikkelen en smullen. Doe maar. Oeh. Oeh, laat ik zien hoe goed jij kan eten. Doe maar. Doe maar. Kom dan. Ja, doe maar. Ga maar happy doen. Goed zo, kereltje. Ja.
Is lekker, man. Zo. Ja, dan ga ik ook zometeen mijn eetjes even opwarmen. Nog steeds een klikje van die heerlijke, overheerlijke Chinese stampot. Dat ga ik opmaken. En er zit vlees in, dus doe er dit keer geen vlees erbij. Nee, niet nodig. En daar zit ons meisje op de bank. Ja. Zullen we even daar naartoe. En mijn prinsesje, wat die is, weet ik niet. Hé, hey, meisje. Hé, hey, is een meisje, hè? Oh, wat is dat? Dat is mijn polsbandje van de camera. Ja, het polsbandje van de camera. Hé? Hey? Ja, ze is lief, hè? Ja. Ja, dat lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een fijne avond en tot later vanavond. Ja, dan zal ik weer eventjes wat leuks gaan proberen te doen. Ja, ik zal dus even eerst zien of ik het vinden kan. En als ik het gevonden heb, dan ga ik daar misschien vanavond mee afsluiten. Maar het ligt er ook aan mijn hoofd, want ik verga van de hoofdpijn. Ik heb het gevoel dat ik scheel kijk. Nou, geen pretje. Maar ja, we gaan door. Moet. Of je nou wilt of niet. Gewoon doorgaan met die banaan. Ja, en vanochtend is mijn ene hulp dus niet geweest, want die had ik afgebeld. Want ik was te beroerd, te min. Ik denk, laat maar. Komt woensdag wel weer. Maar mensen lief, wat is het koud. Oh, het is echt roetje koud hier aan de kust. Hoe het in het binnenland is, weet ik niet. Nee. Maar in ieder geval, ik ga er nu van tussen. Ik ga zometeen mijn eigen eetjes even opwarmen. Ga ik dat ook lekker even opeten. En dan zie ik wel weer wat ik ga doen. Het loopt nou te even zien. Hoe laat is het nu? 18:44, dat is bijna 18:45. Dus ja, lieve vrienden, tot later. Mijn lieve YouTube-vrienden, ik wist niet dat ik dit verdiende. Jullie geven mij weer vreugde in mijn leven. En ik mag hopen, dat duurt toch niet heel even. Ik ben blij met jullie aan mijn zij, dat jullie mijn YouTube-vrienden zijn. Dat voelt bij mij heel erg fijn. Vandaar dat ik dit gedicht speciaal aan jullie heb opgericht. En zonder mijn dochter Karin van der Werf was ik hier niet geweest. Dat dit hier is voor mij een feest. Dank je wel, mijn lieve dochter Karin. YouTube geeft mij weer wat zin. Zin in het leven en niet voor heel even. Gemaakt door Corina Luisterburg de Jong, alias Love Katje Lovehart.